Welkom bij een nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin. Vandaag gaan we het hebben over vijvers. Vijvers heb je in het groot, je hebt het in het klein, met vissen, met amfibieën, misschien alleen plantjes. Wat voor manier je hem ook leuk vindt, het is altijd een bijdrage aan biodiversiteit in je tuin. Zorgt ook voor verkoeling, vinden we tegenwoordig ook heel erg fijn. En het is natuurlijk leuk voor de vogels, maar ook voor de insecten. Dat is een heleboel voor één vijver en daar gaan we het vandaag over hebben. We beginnen met de winnaars van de Speciekuipvijver. Misschien weten jullie het nog wel, we hadden daar een wedstrijd voor. We hebben 3 winnaars en vandaag gaan we bij 2 van deze winnaars langs. Dat zijn Hanny en Annette. En we beginnen vandaag bij Hanny in Groenhoord-Zuid, waar zij advies krijgt over waar ze nou het beste die vijver neer kan zetten. Dat is van ecologisch adviseur Roeland Jonker. En daarna gaan we naar Annette in de Stevenshof. We zijn al vaker bij haar geweest. En groencoach Nick gaat samen met haar partner de vijver ingraven en inrichten. Maar we beginnen vandaag in Groenhoord-Zuid. Hoi Hanny. Hoi. We staan bij jou in de achtertuin, want jij bent een van de gelukkige winnaars van onze mini Speciekuipvijver. Ik pak hem er even bij. Tada! Nou, dankjewel. Mag ik hem aannemen? Zeker. Niet de bedoeling? Ja, absoluut. Ja? Dankjewel. Nou ja, heel veel plezier ermee. We zijn heel erg blij dat jij je had opgegeven hiervoor. En ik begreep dat je nog wat vragen had. Ja, ik heb heel veel vragen eigenlijk. Oké. Nou ja, om te beginnen. Waar moet zo'n vijver eigenlijk geplaatst worden in de tuin? Zoals je ziet is mijn tuin nogal... vol begroeid. Dat is hartstikke mooi. Dat zien we graag. Ja, dus het is sowieso... Nou, maar daarom... Hij is goed biodivers, heb ik altijd het idee. Maar het enige wat nog mist is dus een vijver. Ja. Ja. Nou, dat gaat nu helemaal goed komen. Om al jouw vragen te beantwoorden... hebben we ecologisch adviseur Roeland Jonker meegenomen. En die gaat hopelijk al jouw vragen kunnen beantwoorden. Nou, dankjewel. Leuk. Fijn. Zo'n vijver met een advies erbij. Ja, toch? Ja. Hi, Annie. Je hebt de vijver gewonnen. Ja, we hebben hem hier staan. Ja. Nou, hartstikke leuk. Je had veel vragen, begreep ik. Ja, van alles en nog wat. Maar om te beginnen, waar moet die staan? Ingegraven worden. Waar moet ingegraven worden? Of moet ik hem ingraven? Ja, moet hem uiteindelijk wel een keertje ingraven. Om te beginnen, er zijn 2 soorten vijvers. Je hebt de vijvers met kooikarpers en met heel veel vissen erin. En je hebt de natuurlijke vijvers. Dat is mijn vijver. En dat is, als ik hier zo de ambiance te proef, is dat jouw vijver. Ja. Bij een natuurlijke vijver zijn het eigenlijk de planten die de vijver schoonhouden. Dus we hebben een plekje nodig waar de planten lekker in de zon kunnen. Het is een zonnig plekje. Ja. En dat is vast hier wat te vinden, Leen. Ja, nou ja, kijk, de zon die komt daar op. Ja. En die schuift zo eigenlijk de hele tuin door. Okay. Uiteindelijk gaat hij daaronder en dan is de zon nog daar. Nou, maar wij dachten zelf aan dat plekje daar. Dit hier? Ja, dat lijkt me. Waar die guldenroede staat. Ja. Nou ja, die guldenroede die is ook zo'n zon aanbidden. Dus dat is echt een plekje waar we kunnen verwachten dat er voldoende zon staat. Ja, voor een natuurlijke vijver heb je 3, 4, 5 uurtjes zon per dag nodig. Om de processen... 3, 4, 5? Ja, 2 is echt alle minimum. Ja. En alle processen gaan ook al met 2 uur. Maar dat gaat wat langzamer. En scoren. Of we dat halen daar. Dus dat is een mooie plek. Ja. De Saligdago moet er dan uit. En dan gaan we hem ingraven. Ja, want ik vind het wel leuk dat je hier dan kan zitten en je vijver kan doen natuurlijk. Ja, nou, dat is ook heel leuk van zo'n natuurlijke vijver. Er gebeurt altijd iets. Er komen allerlei leuke bijtjes en insecten op af. Vogels? Vogels komen drinken. Libelles komen jagen. Dus er gebeurt altijd iets. Ja, dus dat lijkt me superleuk. Dat is echt leuk om er 's avonds van te genieten. En je kunt hem ook heel mooi aankleden met waterplanten. En wat ook heel erg belangrijk is, zijn een paar oeverplanten. Dus die komen in deze korf. Oh, ja. En die kunnen onder water wortelen, waardoor ze alle voedingsstoffen kunnen opnemen. En boven water groeien ze. En, ja, mooi. Lijkt me heel mooi. De tegeltuin van Annette gaan we nu naartoe. En daar zien we dat zo'n mini Speciekuipvijver 4 tegels kost. Dus dat is hartstikke mooi voor het NK tegelwippen.
En Nick gaat samen met haar partner die ingraven op een van de heetste dagen van afgelopen maand. Dus we gaan kijken hoe ze dat doen. Nick, we staan hier in Stevenshof. Wat gaan we doen? Ja. We gaan een vijvertje bouwen. Ja, vertel. Niet alleen plantjes in de grond is leuk, maar ook plantjes in het water is leuk. Trekt ook insectenwereld aan, zoals libellen en dat soort dingen. Bijtjes komen water drinken. En ook de vogeltjes die lussen nog wel een beetje water. Dus dat is gewoon prima. Nou, dit is de plek die het gaat worden. Dat zie je, er moeten nog wat tegels uit. Dan komt de kuip een klein beetje in de schaduw te staan. Ja, nu is het een kwestie van het uitgraven van het gat. De vier tegels zijn eruit. En nou kun je zelf bepalen hoe groot het gat moet zijn en hoe diep je de vijver of de specenkuip erin wil zetten. Nick, terwijl er druk wordt geschept om een gat voor de specenkuip te maken, heb jij ook nog een ander idee voor mensen die toch wat water in de tuin willen, maar niet een vijver willen? Ja, dat is ook heel mogelijk. Niet alleen in de tuin, maar als je een heel klein plaatsje hebt of een balkonnetje alleen, waar je dan ook water wil, zou het eventueel op de tafel kunnen zetten. In de tuincentra's hebben ze kant-en-klare potten, zoals deze bijvoorbeeld. En dan zet je gewoon zo'n plantje erin. En de rest doet wel. Hou wel rekening mee dat het sneller warm wordt. En dat het wel regelmatig het water ververs. Dit maakt ook een heel gezellige sfeer op de tafel. Het hoeft niet altijd de plantenbak te zijn. Wat ook de mogelijkheid is dat je de metselkuip helemaal diep gelijk met de bestrating zet. Maar wat ook grappig is, om de metselkuip ietsje hoger te gooien, zodat je daar maaskeitjes of lavasteen eromheen kan leggen. Dat geeft dat een natuurlijker uiterlijk. En dan kan je ook die plastic rand een beetje wegwerken. Verder is het een kwestie van nu weer van aanvullen met zand, terwijl de kuip gevuld wordt met water. We maken deze opname terwijl het buiten 31 graden is. Ons advies is, zoek even een iets koelere dag uit, want dit is moordend in deze hitte. Nick, dit is een mooie collectie aan waterplanten. Kun je uitleg geven wat daar allemaal staat? Ja, er staan verschillende soorten planten. We hebben zuurstofplanten, dus juist om zuurstof te krijgen. Dat is de meeste van jullie linkse. Ja. Dat is voor de zuurstof in het water te krijgen. Daaronder hebben we een hele kleine lelie. Die zet je dan op diepte van de grond. Er staat ook allemaal aangegeven op de labels hoe en wat dat moet gedaan worden. Dit zijn drijfplantjes, dat is watersla. Die kan je er bovenin leggen tussen deze plant. Deze plant is een gemengde plant met bak in een bakje met verschillende plantjes. Daar heb je zo'n stukje plastic schuim. Die kan je erin zetten. En dan kan die blijven drijven. Oké, okay, en die andere planten? Hoe gaan die planten? Natuurlijk moet je eerst zorgen dat je de diepteplanten eerst inzet. Kaartjes altijd weghalen, dat is altijd een lelijk gezicht. Bewaren wel, want dan is altijd makkelijk om weer te vinden wat je er moet neerzetten. Deze zet je helemaal onderop. Dat is de waterlelie. Dus hier hebben we dus zuurstofachtige plantjes, waterpest. Deze kan je gewoon, niet zo, in het water gooien en die vermenigvuldigt zichzelf. Blijf op de grond drijven. Hierbij kunnen we dan de gemengde planten erin zetten en natuurlijk het watersla. Volgens mij zit er nog een labeltje aan vast. Ja, die moeten we dan eventjes eraf halen, want we moeten genieten van de plantjes. Bewaar het wel, hè. Er staat altijd informatie op. Zoals je ziet, stekt het zich vanzelf. Dus het maakt nieuwe stekjes. Dus dat is leuk, dat kun je nog delen met je buren als die ook een vijver hebben. Goed voorbij, zeker voor de vogels. Andere insecten die dorstig zijn in dit soort
soort weersomstandigheden. En dan nog een kleine extra tip. Als je nou een vijver in je tuin hebt, of die nou klein of groot is, zorg wel altijd dat kikkers, maar vooral ook egels er weer uit kunnen komen. Want het komt nog wel eens voor dat een egel in een vijver verdrinkt. En dat willen we natuurlijk niet, want egels hebben we ook hard nodig om bijvoorbeeld slakken te bestrijden, waar we het vorige week over hadden. Nou, we zijn bij nog een vijver wezen kijken. Dat is een mini vijver in een geveltuin. Dat is in Haagwijk Noord in een prachtige boerengeveltuin. Alleen die geveltuin wilden we al graag op de film hebben, maar die vijver maakt het wel extra mooi. We gaan naar Melina in Haagwijk Noord. Hoi Melina. Hi. We staan hier bij jouw gevelvijver. Ja. En je hebt in een half jaar tijd heb jij in je nieuwe huis een enorme mooie professionele geveltuin gemaakt. Dank met je wel. Dus een vijver. Ja, klopt. En daar had ik nooit van gehoord. Ik vind het echt heel gaaf eruit zien. Mag ik vragen, waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, toen je kwam wonen, toen was eigenlijk enigszins de opzet van de geveltuin was er al. Het was een driehoek, het was hier een stuk. We hebben het doorgetrokken. En ik wilde gewoon eigenlijk een cottage tuin. Ik heb nooit een tuin gehad die op het zuiden lag. Dus altijd met andere planten getuinierd. En ik had zoiets van, ik wil nu eigenlijk alleen maar vlinderlievende planten, bijenlievende planten, dingen die veel zon verdragen en gewoon echt zo'n boerentuin, omdat dat gewoon heel goed bij de sfeer van het huis past. Maar tegelijkertijd vind ik ecologisch tuinieren heel erg belangrijk. Dus als jij insecten en vlinders en zo lokt, is het ook belangrijk dat je ze van water kan voorzien. Ja. En, nou, we hebben een bijenhotel en ja, het is een soort bed and breakfast. Goed bezet, wij hebben ja. Eten nodig, water nodig en een slaapplek. Ja. Dus nu hebben we het allemaal, dus vandaar. En ja, we zaten eigenlijk op een gegeven moment op een bankje en mijn dochter zei van, we zaten een beetje te filosoferen over water in de tuin. Ik zeg, ik wil eigenlijk een vijver. En ik zeg, nou weet je wat, laten we een speciekuip gaan we ingraven. Dus ik naar de gamma en zij een gat graven ondertussen en binnen een uur zat hij erin. Dus dit is een rechthoekige speciekuip. Klopt, ja. Want veel mensen denken bij een speciekuip aan zo'n ronde ton, maar je hebt ze dus in verschillende vormen. Klopt, in de bouwmarkt kan je inderdaad een rechthoekige speciekuip en hij is precies zo breed dat hij erin past. En ja, de reacties zijn gewoon heel grappig, want je merkt gewoon dat mensen lopen voorbij en denken van, hè, vijver? Ja, het is niet iets wat je verwacht. Dat dachten wij ook, ja. Maar ik vind het echt een heel geweldig concept. Ja. En zeker met zoiets makkelijks als een speciekuipje, wat je Klopt. Gewoon zo kant en klaar kan kopen, maak je toch een heel mooi natuurlijk geel. En wat je kunt doen is gewoon als je montagekit op de randen doet, dan kan je daar de steen op vastplakken, waardoor ze, anders zouden ze inkiepen natuurlijk. Ja. Waardoor je gewoon een beetje die rand weg kunt werken en het wat er natuurlijker uitziet. Ja, dus er liggen ook stenen in, een mandje met planten. Klopt. Dus de bijen en de vlinders hebben ook heel makkelijk toegang Klopt. Daartoe. En dat is belangrijk natuurlijk, ze moeten eruit kunnen. En als je het op gaat zetten, is het ook wel belangrijk dat je in eerste instantie slootwater of iets neemt. Niet meteen vullen met leidingwater, want er zit gewoon te weinig bacteriën en dergelijke in. En je moet wel een goede start hebben. Ja. En dan kun je het later half-half doen. Dus je ziet mij ook af en toe met emmertjes. Nou, ik vind het echt een heel mooi concept. En ik hoop ook dat het mensen gaat inspireren om dit te gaan toepassen. Ja, het is eigenlijk heel simpel om dat in je gevel gewoon op de een of andere manier in te bouwen. Ja, de insecten hebben onze hulp hard nodig. Maar hier bij jullie zitten ze in ieder geval goed. Ja, nou dat denk ik ook wel. Oké, nou dankjewel. Alsjeblieft. Eerder deze week had ik met Marco Roos van Naturalis een gesprek over vijvers. Wat dat nou doet voor je tuin, maar ook over oeverplanten. Want als je een vijver hebt, dan wil je daar natuurlijk ook mooie plantjes bij hebben staan. We gaan naar ons gesprek met Marco Roos. Hoi Marco Roos. Welkom bij ons in de uitzending. Hartstikke fijn dat je tijd voor ons hebt om het te hebben over oeverplanten. Want het gaat natuurlijk over vijvers, deze uitzending. En bij vijvers, daar horen zeker ook plantjes bij. En dan heb je een hoop planten voor in de vijver natuurlijk. Maar zeker ook moeten we die daar omheen niet vergeten. En ik heb begrepen dat jij daar echt een hele hoop van weet. Het is mijn vak om in ieder geval iets over planten en biodiversiteit te weten. Want ik werk bij Naturalis en binnen Naturalis is mijn aandachtsgebied de biodiversiteit in de stad. De stedelijke biodiversiteit, dus flora en fauna in het stedelijk gebied.
we komen er steeds meer achter dat de stad biotopen heeft die interessant zijn voor planten en dieren. En dat zouden we ook nog meer kunnen bevorderen, want hoe meer planten en dieren in de stad voorkomen, hoe gezonder de stad is en hoe gezonder het leefklimaat van de stad is. En hoe gezonder het leefklimaat ook kan blijven met alle vooruitzichten van klimaatverandering en andere stressfactoren door de menselijke activiteiten veroorzaakt. Ja, dus eigenlijk door het om het voor de beestjes beter te maken, of ik zeg maar even beestjes, maar ik bedoel natuurlijk gewoon al het groen, maken we het eigenlijk ook gewoon veel beter voor onszelf in de stad. Ja, en de stad biedt heel veel mogelijkheden. De slogan is tegel eruit, plant erin. Mijn slogan is tegels eruit, planten komen vanzelf. Er zit zoveel potentie in de bodem en via de verspreidingsmiddelen die planten hebben, dat elke open plek binnen een mum van tijd begroeid zal raken. Ook met planten met grote en maar vaak ook met kleine, subtiele, mooie bloemetjes. Heb je zelf een vijver? Ik heb voor mijn kinderen in het verleden een heel klein vijvertje ingegraven van 1 meter bij 60 centimeter. En dat was eerst een mooie open vijver waar ook wat visjes in moesten. Maar de visjes hebben we eigenlijk nooit gezien, want die zaten diep tegen de zwarte achtergrond. Dus daar zag je niet veel van. Maar gaandeweg was het steeds aantrekkelijker voor kikkers en ook padden. Want we hebben regelmatig dat ook een pad door het huis van achter naar voren gaat om, denk ik, richting de vijver te gaan. Of als die doorloopt in de sloot die wij hier voor ons huis hebben langs de Broekweg. Dus wij hebben eigenlijk een klein eilandje als dependance van de sloot gecreëerd. Ja. En in tegenstelling tot wat met de sloot gebeurt, laten we onze vijver een beetje verlanden. Sloten moeten elk jaar geruimd worden, want anders groeien ze dicht en vindt het Hoogheemraadschap dat niet lekker en niet fijn. Maar onze vijver mag lekker een beetje dichtgroeien. Ik moet hem een keer 's winters weer openmaken, maar allerlei spontane planten uit de omgeving hebben inmiddels dat plekje gevonden. En het is ook uitermate aantrekkelijk gebleken voor amfibieën, want we hebben wel eens 50, 60 kikkers op één moment in de zon zich daar zien opwarmen. Dus wow. Het was een mooie toevoeging aan de tuin. Dan heb je eigenlijk maar een hele kleine vijver, maar wel een explosie van leven eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. En dat komt, als wij aan biodiversiteit denken, dan denken we meestal aan soorten. Aan de verschillende soorten. Maar biodiversiteit is veel breder. Biodiversiteit heeft ook te maken met habitats. En wat is nou het leuke? Door in je tuin een vijver aan te leggen, creëer je een heel habitat erbij. En misschien nog wel verschillende microhabitats daarin. Als je een ondiepe rand hebt en een dieper middengedeelte en zo. Dus je voegt heel veel habitatdiversiteit toe. En met die habitatdiversiteit komen ook weer nieuwe soorten je tuin in. En dat is heel belangrijk dat we die biodiversiteit niet alleen zien als een verzameling soorten, maar dat dat juist begint met grote habitatdiversiteit in de grond en vervolgens ook habitatdiversiteit aan het oppervlakte van de grond, op het maaiveld. Ja, en als mensen nou een vijvertje aan hebben gelegd en die hebben geen zin of geen geduld. Of die willen gewoon dat hun tuin ook meteen wat groener wordt. Die denken van, nou, ik ga niet wachten totdat er wat aankomt waaien. Ik wil er graag ook wel wat omheen zetten. Misschien door middel van plantjes die ik koop of plantjes die ik kan zaaien. Heb je dan een aantal voorbeelden wat dan goede planten zouden kunnen zijn om mee te starten? Nou ja, je kunt altijd starten. Elk tuincentrum heeft natuurlijk wel vijverplanten. Maar heel veel van die vijverplanten die nu als invasief worden gezien, die zijn begonnen in een tuincentrum. Dus daar moeten we mee oppassen. Ik heb wel een dotterbloem geplant en ik heb ook een paar andere planten. De aanschaf van de vijver, mijn vijver ingebracht. Maar die zijn allemaal kassiewijlen, die redden het niet. Ik heb wel planten uit de sloot in de omgeving gehaald, zoals de watergentiaan en een oeverzegge. En nog een paar andere heb ik toegevoegd. En die hebben eigenlijk de zaak nu lekker onder controle. Daar zijn nog gele lissen bijgekomen, spontaan uit de omgeving. En pijlkruid is er vanzelf gekomen.
Wij Hollanders, om maar even zo te zeggen, houden graag van een beetje zuinigheid. Dus eigenlijk is zo'n vijver, zo'n oever rondje vijver zichzelf maar een beetje laten begroeien. Eigenlijk gewoon ook nog een hele mooie budgetproof manier van heel groen en divers tuinieren. Ja, dat geldt zowel voor de droge als voor de natte tuin. En we leven hier in het westen van Nederland met voldoende sloten en poelen en dat soort dingen waar je zonder al te veel gêne planten vandaan kunt halen. Die het ook nog vaak goed kunnen doen in je tuin. Dus meteen ook een oproep voor mensen om gewoon lekker naar buiten te gaan. En vooral eens goed te kijken wat er nou in de omgeving groeit. En dat misschien ook een goede indicator kan zijn wat er gewoon in jouw tuin goed zou kunnen groeien. Dat is wel een hele leuke. Ja. Dat is een mooie om dit gesprek af te sluiten, denk ik. Heel erg bedankt voor je tijd en voor deze tips. En ik hoop dat mensen geïnspireerd zijn om gewoon lekker naar buiten te gaan. Te kijken wat er allemaal groeit rond de lokale slootjes. En dat als inspiratie te gebruiken om hun nieuwe vijver in te gaan richten. Ja, en mag ik daarop aansluiten nog even een oproep doen. Als je toch naar die slootkanten gaat. Om bij te dragen aan het oeverplantenproject. Dat is een oeverplantenproject wat getrokken wordt door Jacqueline Henro. Die heeft een hele website gemaakt, oeverplanten.nl, waarop een handleiding staat hoe je kunt bijdragen aan een inventarisatie van alle oevers in de omgeving van Leiden in ruime zin, zodat we zicht krijgen op de kwaliteit van de oevers aan de hand van de plantengroei die daar plaatsvindt. Er zijn een aantal planten geselecteerd die iedereen makkelijk kan herkennen en die alles tezamen een indruk geven van de rijkdom of de verstoring van die betreffende oever. En op die manier dus de kwaliteit van de oever kunnen indiceren. En we willen heel graag dat het project verder gaat, zodat we goed kunnen monitoren hoe het hier met de natuur in deze omgeving staat. Nou, ik vind het een hele mooie oproep. Ga inspiratie ophalen voor je eigen tuin en draag bij aan de lokale wetenschap. Ik vind dat een hele goede oproep. Dus die bij deze mensen uit Leiden. Ga erop uit. En heel erg bedankt. Graag gedaan. Nou, het gesprek met Marco Roos was nog iets langer. Wil je het volledige interview zien, dan kun je dat op onze Facebook van de week terug gaan kijken. En deze week hebben we natuurlijk ook een makkelijke plant voor je. Dat is de valeriaan. En Robert neemt ons mee naar de hortus. Zo, lieve kijkers, we zitten hier op het randje van de hortus. En hier helemaal op het randje, daar staan natuurlijk allerlei interessante exotische planten. Zoals hier achter mij het mammoetblad. Dat is een Gunnera en die komt van oorsprong uit Zuid-Amerika. Maar hier tussen de mooie rode bosaardbeitjes, daar staat een valeriaan. En een valeriaan, nou die kent u misschien wel, een echte moerasplant. Een Europese plant, en hij komt voor van Europa tot aan Azië. Een echte moerasplant die niet in het water staat, maar vlakbij het water. Als de wortels echt in het water hangen, dan gaan ze rotten. Maar aan de rand van het water, daar is hij op zijn gelukkigst niet in de volle zon. Lekker een beetje onderdak van andere planten hier. En daar kan hij gaan groeien als een gek. Want zo'n plantje, nou dat staat hier, dat is nog een jong plantje. Zo'n plant die kan wel meer dan een meter hoog worden. En als hij gezond is, nou dan gaat hij mooi bloeien. En dan maakt hij mooie, beetje wit-roze bloemen maakt hij. En die worden vooral bestoven door vliegen. En die bloempjes, die ruiken lekker. Maar wat het sterkste ruikt aan de plant, dat zijn niet de bloemen, maar de wortels. De wortels die geven een beetje een ranzige geur. Wij vinden het vaak niet lekker, maar katten die zijn er gek op. En daarom wordt de plant vanouds ook wel eens kattenkruid genoemd. Ondanks dat hij geen familie is van het echte kattenkruid. En dat zijn die twee geurende delen van de plant die er ook voor zorgen dat hij zich verspreidt. Want de valeriaan die verspreidt zichzelf aan de wortel, maar ook zaait hij zichzelf heel goed uit. Dus als hij op een goed plekje staat, dan worden er elk jaar meer. En voordat je het weet kan zo'n hele rand rond het water vol staan met die prachtige valeriaan.
En die wortels die worden al duizenden jaren gebruikt voor medicinale doeleinden. Hippocrates die schreef daar al over. Hij is opgenomen, de valeriaan, in de materia medica. Aanvankelijk werd hij veel gebruikt voor maagkramp en spierpijn, allerlei kwaaltjes. En in de 17e eeuw werd hij heel veel gebruikt voor slapeloosheid en werd hij zelfs gebruikt tot aan ongeveer de jaren 40. En toen werd het plantje een beetje ingehaald door farmaceutische middeltjes die in laboratoria gemaakt werden. Maar een theetje getrokken van de valeriaan wordt toch nog steeds een hoop gebruikt. Ondanks dat wetenschappelijk onderzoek nooit het effect van valeriaan heeft kunnen detecteren. U vraagt zich misschien af, hoe kom ik dan aan zo'n valeriaan? Nou, u kunt natuurlijk in het najaar kunt u het zaad verzamelen van de valeriaan en dan kunt u hem zelf inzaaien als u hem ergens in het wild aantreft. Maar het leuke is, tegenwoordig inheemse planten, mensen vinden dat toch weer interessanter. En waar je een paar jaar geleden eigenlijk bijna nergens een valeriaan zou kunnen kopen, tegenwoordig, nou, vraag het eens bij uw plantenwinkel of bij uw bloemist of ze valeriaan verkopen. Want zo'n plantje op dit formaat kun je tegenwoordig gewoon kopen. Zelfs als het u niet gaat om die eventueel medische toepassingen, dan is het een heel knap plantje met dat mooie geveerde en gezaagde blad. Wat een echt een mooie grote plant kan worden aan de rand van een vijver. De katten die worden er dus wild van en hopelijk u ook. Nou, heb je nou geen zin om te wachten tot die valeriaan vanzelf aankomt waaien of om zaadjes te verzamelen en hem uit te zaaien rond je vijver? Dan is deze ook te koop bij de Hortuswinkel en ze hebben daar meer interessante inheemse planten te koop. Dus neem daar vooral een kijkje. Nou, dan hebben we aankondiging van de winnaars van het Bijenbalkonboek van Caspar Jansen. We hebben 3 winnaars. En dat zijn onder andere Gabi van Duin. Zij woont in Leiderdorp. En zij gunt haar broer en schoonzus inspiratie voor hun balkon. Dan hebben we ook Sam Gobin. Die heeft een mini balkonnetje bij de Burgt. En die ziet daar sowieso al wat bijen en vogeltjes. Dus die gaat kijken hoe het nog bijvriendelijker kan. En Thomas Ruitenberg, die wil gewoon graag zijn balkon wat aantrekkelijker maken voor de bijen. Dus goed nieuws, het boek komt naar jullie toe deze zomer. En we hopen dat jullie daar heel veel plezier en inspiratie uit gaan halen. Nou, voor meer Jaar van de Tuin informatie kan je ons vinden op social media, Twitter, Facebook en Instagram. En op Facebook, daar plaatsen we een heleboel informatie iedere week over de thema van de afleveringen. Dus deze week ga je daar een heleboel vinden over vijvers, het volledige interview met Marco Roos en nog veel meer leuke weetjes. Dus ben je nog geen lid van Facebook, dan is dat zeker de moeite waard. Dan heb ik het laatste, is de update van het NK Tegelwippen. Laten we even kijken waar we staan. We staan op plaats 8. Gebeurt niet zo heel veel op dit moment. Maar je zag het al, een vijvertje is al snel 4 tegels. Dus tegels eruit, vijver erin, boom erin, planten erin. Of zoals Marco Roos zei, tegel eruit en planten komen vanzelf. Er zijn een heleboel opties. En het is super fijn dat we tegenwoordig de tegeltruck hebben. Dus je kunt je aanmelden voor de tegeltruck die dan de tegels bij je komt ophalen. Die rijdt 2 keer in de week. Het enige wat je hoeft te doen is een mailtje te sturen naar jaarvandetuin@leiden.nl. En dan regelen wij de rest. Nou, dat was het voor deze week. Hoop informatie over vijvers en planten. We hopen dat jullie het leuk vonden. En zoek ons op social media voor meer informatie. Tot volgende week.